Hoi allemaal, Sam hier. Het wordt vandaag een hele mooie warme dag. Dus ik geef de plantjes wat water, zodat als ik vanmiddag thuis kom ze niet verdroogd zijn. Het is maar goed dat ik vanochtend water heb gegeven, want je ziet echt dat die plantjes nou alweer gigantisch droog zijn gevallen. Nu ga ik vandaag ook gelijk paprika verpotten, want die wordt al echt heel groot. Scheuren we weer het potje open. Dan zie je dat die zaadmatjes, die zijn nog steeds niet vergaan. Zo. Kijk hoe lang die ook al is. Nou, ik heb de nieuwe moestangaarde gebruikt. Zorg ook dat de nieuwe moestangaarde goed nat is. Je ziet ook dat die gelijk heel erg inzakt als je water geeft. En zet de plantjes er dan weer voorzichtig in. Nou, het scheelt dat er dit keer maar 3 stekjes zijn. Dus kan ik ze goed de ruimte geven. En hier dan de tweede. Je ziet ook dat die aarde heel anders is dan mijn vorige aarde die ik heb gebruikt. En hij voelt ook heel anders aan. Een hele stevige structuur. En daar gaat de laatste. Zo. En een bordje erbij met verpot op 14 april. En zo. En dan wil ik ook nog prei verpotten. Je ziet trouwens nog steeds dat zwarte dingetje erop zitten. Oeh, prei is trouwens wel heel droog geworden vandaag. Jeetje. Ook hier halen we de stekjes weer voorzichtig los. En zetten we over in de pot. Gek idee dat dit dan een hele prei uiteindelijk moet worden. Zo. En nummertje 4. Je ziet bijna niet wat de onderkant is en wat de bovenkant is. Het is dat de onderkant witter is, zoals hier. Maar je zou je bijna vergissen en hem op zijn kop zetten. En ook prei staat er nu netjes in. Doe ik ook het bordje bij. Zo. Nou, hebben we er alweer 2 verpot vandaag. En dan ga ik ook eindelijk bieslook verpotten. Die lijkt trouwens heel erg op prei. Ik weet ook niet hoe ik ze uit elkaar zou moeten houden zonder bordjes. Zo. En ik ga deze om te testen een keer niet verspenen. Ik stop hem zo met het zaadmatje er eigenlijk in. En maak het gat weer netjes dicht. Zo. Dus dan ziet het er eigenlijk uit als een grasje nu. Kan ik hem ook goed onderscheiden van de prei. Ook het bordje erbij. Huppatee. En dan ga ik nog krulpeterselie verpotten. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoe krulpeterselie er eigenlijk uitziet. Dus dat heb ik opgezocht op Google. Maar zoals je ziet, zien ze er eigenlijk gewoon hetzelfde uit als gewone peterselie. Dus wat er nou precies zo speciaal aan is, ben ik heel benieuwd naar. Zo. Ik denk dat deze ook weer gewoon zonder te verspenen gaan verpotten. Want ik heb toch het idee dat ze dan wat meer steun aan elkaar hebben. Het is een beetje een grote pot, maar het is de laatste pot die ik heb. Dus dan maken we weer even een gaatje. En dan laten we hem voorzichtig inzakken. Oh, hier hebben we losgeraakt. Zetten we die toch los. Kunnen we gelijk zien of dat beter gaat. Zo, doen we ook een bordje bij met de datum. Huppatee. Nou, zoals je ziet krijg ik steeds meer lege vakjes. Dus dat betekent dat het wel goed gaat. En met dit mooie weer denk ik dat het ook veel sneller gaat groeien. En ik ben heel benieuwd hoe het met jullie tuintjes is. Oké, tot morgen weer. Doeg!